dat jullie er zijn. Ik ben dokter Anders. Ik ben vanavond gevraagd om de raad. Goedenavond allemaal. Wat fijn dat jullie er zijn. Ik ben dokter Anders C. Ik ben vanavond gevraagd om de Raad van 11 wat bijscholing te geven. Maar ik had geen idee dat er zoveel mensen bijles nodig hadden als ik de zaal zo zie. Ik zal zo goed mogelijk proberen uit te leggen wat ik zo al heb geleerd. Dat wordt nog een hele klus, zoals ik zie. Wist je bijvoorbeeld dat de Polonaise oorspronkelijk uit Polen komt? Dat verklaart ook waarom er tijdens het carnaval zoveel Polen zitten bij al die bouwprojecten in Den Hout. Het begon met mij natuurlijk allemaal toen ik nog naar strafkamp Oosthout ging. Beter bekend als SKO. En nadat ik daar gedrild was, natuurlijk naar de Achterhoek. Dat was nog eens een goede oude tijd. Totdat ze begonnen met de onderwijsvernieuwing. Tegenwoordig kun je niet zomaar meer langs de school lopen. Het is een brede dorpsschool geworden. Nou wordt er wel een stukje aangebouwd. Maar om dat nu gelijk een bredere dorpsschool te noemen. Gelukkig is de school ook nog wel katholiek. Anders hebben we de kerk in Den Hout helemaal niet meer nodig. Ik ben dus katholiek opgevoed met de 5 schoolgeboden. Gij zult niet te laat komen. Neem gerust de hele dag vrij. Gij zult niet praten in de klas. Schreeuwen heeft meer effect. Gij zult niet door de gangen rollen. Glijden is sneller. Gij zult niet met proppen schieten. Tassen komen harder aan. Gij zult geen potlood afpakken. Pak gewoon de hele etui. Toen ik op de basisschool zat, vroeg de juffrouw: jongens, jullie moeten allemaal een spreekwoord tekenen. Dus ik teken op mijn blad een hoek met de juffrouw erin. Vraagt de juf wat voor spreekwoord het is. Zeg ik: een ongeluk zit in een klein hoekje. De juf werd zo kwaad dat ik naar de directeur moest. Welke? Dat weet ik niet meer. Er zijn er zoveel geweest de afgelopen jaren. De directeur vond het gelukkig wel meevallen. En vroeg mij nou om eens een goed spreekwoord te tekenen. Dus ik begin weer te tekenen. En ik teken de directeur en de juf samen in een hoekje. Ja, ik zie jullie wel denken nu. Maar de directeur vroeg: wat is dat voor spreekwoord? Zeg ik: een ongeluk komt nooit alleen. Maar goed, dat was lang geleden. Inmiddels ben ik een stuk wijzer. Na mijn basisschooltijd ben ik in Oosthout gaan leren. Maar er was zoveel keuze in scholen. Meer aandacht voor onnozelen op de MAVO. Hopeloos achterhaald voor historisch onderwijs op de HAVO. Of volkomen waardeloos onderwijs op het VWO. Het maakt het eigenlijk niet uit waar ik terecht kwam. Sowieso kom ik niet goed daar. Onze leraar had namelijk nergens verstand van. Hij vroeg het telkens aan ons. Maar ja, dat ligt misschien wel aan de mensen in Oosterhout. Zo ook die leraren. Wat ik daar toch allemaal mee heb meegemaakt. In leraar zit iets voor niets, wordt je raar. Hij helpt mij
met problemen die ik zonder hem niet had gehad. Ja, en daarbij zijn leraren net baby's. Als ze geen aandacht krijgen, beginnen ze te schreeuwen. Ik had gelukkig een goede vriend daar op school. Die zei altijd, er zijn drie soorten mensen. Mensen die wel kunnen tellen en mensen die niet kunnen tellen. De beste tip die ik in de tijd van dezelfde goede vriend had gehad. Tijdens een proefwerk kijk je omhoog voor inspiratie, naar beneden voor concentratie en naar links en rechts voor informatie. Ja, ik zeg altijd maar, een goede buur is het halve proefwerk. Ja, dat was nog de tijd dat je alles uit je hoofd moest leren en niet kon opzoeken via internet. Trouwens, in Den Haag schijnt het op sommige plaatsen nog steeds zo. Het schijnt dat het buitengebied nu pas wordt aangesloten op de kabel. Misschien is dat de reden dat het hier zo druk is. Maar goed, na die leerzame tijd op de middelbare school moest ik een beroep kiezen. Bioloog worden, dat leek me wel wat. Net als mijn goede vriend Freek, de wereld van de dieren ontdekken. Maar dat kon je het in een hout, omdat we alleen maar heel veel poptorren, koeien, gekke ganzen en makke schapen. Op de heuvel dan, hè? Dus ik naar Brazilië vertrokken om naar de dieren te bestuderen. Maar daar was het niet veel beter. Wist je dat in Rio de Janeiro het grootste carnavalsfeest ter wereld is? En dat daar de stad elk jaar wordt bestuurd door de mythische koning Momo? Dat is wel iets heel anders dan onze mythische burgemeester Baco. Dan hebben we hier in Den Hout toch een beter protocol met prins Kluif. Toen ik terugkwam in Nederland, was er niet veel werk. Dus ik ben maar een tijdje zelf leraar geweest. Maar van het werk is niet veel gekomen. Wilde ik op mijn dag mijn leerlingen een beetje uitdagen. Dus ik vroeg, als er idioten in het klaslokaal zijn, wil je dan nu opstaan? Na een lange stilte zet een van mijn leerlingen op. Dus ik vraag, zo, waarom vind je van jezelf dat je een idioot bent? Nou, zegt de leerling, dat vind ik eigenlijk niet. Maar ik vond het zo zielig dat u alleen staat. Wat een brutaliteit, zeg. Daarom stormde ik binnen bij de schooldirecteur. Ongelooflijk, hoe brutaal die kinderen van tegenwoordig zijn. Ik vertelde hem dat ik een leerling een uitbrander had gegeven. En dat hij toen zei, loop naar de duivel. En wat heb je toen gedaan, goede directeur? Nou, ik ben meteen naar u toegekomen. Gelukkig is het allemaal goed gekomen met mij. Of het met jullie goed gaat komen, dat weet ik nog zo niet. Maar wat ik wel weet, dat is de bedoeling van carnaval. Verstand op nul en gaan!